Kantoren sluiten zich aan om verschillende redenen. Enerzijds om vanuit een collectief te kunnen investeren. In je eentje gaat dat gewoon niet zo heel erg makkelijk. Kosten stijgen alleen maar en in een collectief verband kun je dat veel sterker aanpakken gezamenlijk. En ten tweede is one-stop shopping heel belangrijk, want via ons kunnen ze echt alle financiële producten binnen de financiële dienstverlening zo'n beetje bereiken. DAK kun je eigenlijk het beste zien als een soort hub tussen banken en verzekeraars aan de ene kant en aan de andere kant het professionele intermediair. Wij verzorgen inkoop, we doen aan productontwikkeling en verzorgen ICT-dienstverlening. Voorbeelden van die financiële producten, dat zijn praktisch alle hypotheken en alle verzekeringen die er verkrijgbaar zijn in Nederland. Dan hebben we het over particuliere verzekeringen, over zakelijke verzekeringen, etc. Innovatie is ontzettend belangrijk voor ons, want wij zien dat alles alleen maar sneller moet, alles moet digitaler. En dat betekent dus dat je heel sterk moet innoveren om de toekomst bij te blijven. Een voorbeeld van die innovatie, dat is Mijn Hypotheekdossier. Dat is een heel mooi platform wat we voor ons kantoor hebben neergezet. Waarbij de klant heel eenvoudig thuis op de bank, op zijn iPad, het hele adviesgesprek kan voorbereiden. En al de relevante documenten voor het advies kan uploaden die ook gelijk zichtbaar worden voor de adviseur. We hebben een eigen verzekeringslijn voor de particuliere klant. En we bieden ook private lease aan voor de consument en voor de ZZP'er. Wij ondersteunen onze adviseurs in de breedste zin met inkoop, met administratie, met allerlei ICT-dienstverlening om hen het leven zo makkelijk mogelijk te maken. Maar dus ook met webinars om op een hele efficiënte en moderne wijze informatie over te brengen en te delen. Die adviseur die willen wij zoveel mogelijk bezig laten zijn met de klant en de rest dat willen wij zoveel mogelijk uit handen nemen. Wij zien in feite een hele gezonde, gestage groei, waarin we samen blijven ondernemen met onze leden. En in dat opzicht geloven wij heel sterk in coöperatief ondernemerschap.